Beste leerlingen, ik laat je nog graag even het eindresultaat zien van het multimediaproject. Wat verwacht ik van jullie? En belangrijker voor sommigen, wat is de planning voor de komende weken? Uiteindelijk verwacht ik de volgende opdracht van jullie. Dat je een open document presentatie maakt. Dus een presentatie die niet eindigt op PPT of PowerPoint. Maar die eindigt op ODP, Open Document Presentatie. Je kan dat natuurlijk maken met LibreOffice Impress. Dat stel ik uiteraard ook voor. Dat is het gratis pakket, net zoals dat we Writer gebruiken om geen Word-documenten te maken, maar open document tekstbestandjes te maken, gebruiken LibreOffice om open document presentaties te maken. Nu, de mensen die echt heel graag met Microsoft PowerPoint willen gaan werken, dat kan. Je kan PowerPoint gebruiken. Waar moet je gewoon op letten als je kiest voor bestand opslaan, dat je niet kiest voor PPT. Maar dat je kiest voor ODP. Dus je kan met PowerPoint ook open document presentaties maken. Voor de mensen die geen les krijgen van meneer Czorny, geldt het volgende. Ik verwacht in je presentatie minimaal 4 dia's. En die dia's die duren, of je presentatie daarom duurt ongeveer plus minus 5 minuutjes. Dus inclusief je filmpje, maak het niet te lang. Je filmpje zal verwerkt worden in de presentatie, laat ik je zo dadelijk zien. Maar in totaal zou je rond de 5 à 6 minuutjes tekst of uitleg moeten geven tijdens je presentatie. Sommige mensen zullen de presentatie moeten doen vooraan in de klas. Dus ik kijk zelf nog even welke groepen dat ik ga uitkiezen. Sommige groepen zijn misschien erg leuk om aan iedereen te laten zien. Andere die ga ik natuurlijk proberen te motiveren om een presentatie voor de klas te doen. Zodat iedereen kan zien hoeveel werk dat erin gestoken wordt. Wat kan je bijvoorbeeld als titel die je al gebruiken? Plaats je naam, klas, een titel eventueel van je stripverhaal. Een foto kan een foto van jezelf zijn of iets dat je stripverhaal uitbeeldt en plaats dat in de eerste dia. In de tweede dia ga je waarschijnlijk je filmpje integreren. Dus wat raad ik aan? Ga zeker niet je filmpje op YouTube plaatsen en daar een link naartoe plaatsen, want dan krijg je hetzelfde effect als sommige leerlingen. Als je dan op de link klikt, dan kan het goed zijn dat je natuurlijk juist een reclamefilmpje bij YouTube krijgt en dat je niet kan doorspoelen, je kent het ondertussen. En dan ben je 30 seconden aan het wachten op niets, dus dat is niet interessant eigenlijk. Dus je gaat je filmpje moeten plaatsen binnen de presentatie. Nu, wat kan er nog verder in je presentatie staan? Er kan van alles staan, maar ik geef je al een tip. Maak een samenvatting over hoe dat je groepswerk verliep. Wat waren de moeilijke of gemakkelijke, juist de fijne of de tijdrovendste momenten die dat je beleefd hebt? Wat leerde je vooral bij? Wat had je graag willen bijleren en is er eventueel ook van gekomen? Wat vond je eventueel van de programma's Paint.net, Audacity enzovoorts, Windows Live Movie Maker? En wat is eventueel je algemene conclusie? Vind je dit een leuke manier om te werken? Of wat zou je anders gewild hebben eventueel? Je mag je eigen conclusie in je presentatie verwerken. Nu, waar ga je zeker op moeten letten? Volg steeds de regels van een goede presentatie. En die regels van een goede presentatie die vind je terug op Lyceum Digitaal. Voor de mensen die nog nooit naar Lyceum Digitaal gesurfd zijn, ik zal eens even laten zien. Ik ga een tweede tabblad openen. En ik ga naar de website eventjes zoeken, de website van het Lyceum. Daar komt hij. Aan de rechterkant zie je Lyceum Digitaal staan. Dat is een website die we aan het opzetten zijn voor leerlingen en ook ouders. En hier aan de linkerkant zie je de regels staan voor een goede presentatie. Als je daarop drukt, krijg je een dertiental regeltjes waar dat je gewoon rekening mee moet houden. Sommige zijn heel duidelijk natuurlijk. Ga niet te veel effecten gebruiken. Dit is eigenlijk de KISS of de Keep It Simple rule of regel. Zet niet te veel op je dia's. 1 dia per onderwerp. 6 regeltjes per dia enzovoort. Dus overlees die regels zeker. Die zijn uiteraard belangrijk. Daar geef ik je punten op voor het vak informatica. Dus dat staat op Lyceum Digitaal. Even terug naar de presentatie. Dan zal ik dit naar beneden moeten doen. Dus hou daar rekening mee. Hier een laatste dia die iets vertelt over LibreOffice Impress. Waar vind je meer hulp over LibreOffice Impress? Als je op Lycipedia gaat kijken, hopelijk is die site je beter bekend. Ik zal hem eventjes open, Lycipedia. Hier staat die jaren. Ik ga naar het eerste jaar, want in het eerste jaar volgen ze in het vak ICT. Ik had geklikt op ICT. Al LibreOffice Impress. Ze doen dat uiteraard weer met YouTube-filmpjes of filmpjes op YouTube. Dan eens even kijken. Voor jullie, de belangrijkste is volgens mij deze. Heb geen schrik, LibreOffice Impress werkt op een gelijkaardige manier als PowerPoint. Je zal het zo dadelijk nog wel zien als ik het hier open klik. Het enige moeilijkere misschien is dat je de multimedia moet toevoegen in je presentatie zelf. Dus geen link gaan maken. En die tips en trucs om dat te doen vind je in de 11e video die ik geplaatst heb op YouTube.
terug naar de presentatie. Zo. Dus Lycipedia, daar vind je informatie. Hetzelfde natuurlijk op Smart School. Als je bij Smart School gaat kijken, zo, en je zou gaan kijken bij de weblinks, dan vind je hier een stukje rond multimedia. En dan staat hier LibreOffice Impress at YouTube. Dat zijn dezelfde links. In het vaknieuws vind je uiteraard alle andere informatie. Bij het multimedia project zie je tips bij fotobewerking, de tips bij geluidsbewerking, tips bij filmbewerking en tips bij presenteren. Hier van onder diezelfde regels en ook de hele multimedia cursus die je op YouTube nog kan terugvinden. Of die je kan terugvinden op Smart School, sorry. Even hoger kijken wat hier nog interessant van is. Lees dat zeker na voordat je je eindpresentatie zal afwerken natuurlijk. Even terug naar de presentatie. Dat is eigenlijk het belangrijkste. LibreOffice kan je dus leren vanaf YouTube, maar je kan natuurlijk altijd de help gebruiken. Of het internet gebruiken. Of mijzelf nog een mailtje sturen, moest dat nodig zijn. Ik heb de presentatie even afgesloten en dan zie je hoe LibreOffice eruit ziet. Eigenlijk lijkt het op een lichtjes verouderde versie van PowerPoint. Aan de linkerkant je dia's en de rechterkant je animaties die dat je eventueel gebruikt. Je ziet het hier al. Als ik mijn animatie aanklik of mijn tekst aanklik, dan zie je hier aan de rechterkant welke animaties dat er toegevoegd waren. En het werkt eigenlijk heel gelijkaardig als PowerPoint. Je zal daar zeker geen moeite mee hebben. Wat maakt het wel moeilijker? Nu ga ik eventjes uit mijn presentatie. En dan ga ik naar mijn agenda. Dat is dit stukje. Ik laat je even de agenda zien voor deze en de komende weken. We zitten ondertussen, ik neem dit filmpje op, je ziet dat beneden. Oei, hier krijg ik een waarschuwing. Doe ik even weg. We zitten al 27 mei. Dus dat is hier. De maandag is achter ons. Het is maandagavond. Morgen dinsdag 3 ECTA nog altijd heeft de kans om te werken aan zijn project. Nu, er zijn een aantal leerlingen die les krijgen van meneer Tjorni. En er zijn andere leerlingen die les krijgen van mevrouw Willems en mevrouw Jans. Dus er is een andere indeling. Deze week is het voor iedereen zo dat je tijdens de lesinformatica nog altijd goed kan oefenen aan je project. Voor de mensen die op woensdag les volgen, die kijken natuurlijk zeker dit filmpje. Ik ben niet in de les aanwezig, dus je zal je vragen, dat is voor 3 wet A en 3 wet B, zeker moeten bijhouden voor volgende week, want volgende week wordt jullie laatste les. Voor sommigen is deze week al de laatste les. We gaan eens even kijken, als ik nu doorspoel naar volgende week, dan zie je hier een grote planning staan. Als ik nog 1 weekje doorspoel, dan zie je waarom dat die planning van volgende week al zo druk is. Dat komt omdat de week daarna, donderdag 13, 6, jullie beginnen met de examens. Dus hiervoor, in deze week, wil ik je niet te zwaar belasten. Dus sommige mensen zullen hier al geen les meer van mij krijgen. Dus ik ga kijken of de mensen van 3 LAO B en 3 ECTA eventueel een andere les zullen krijgen. Want zij moeten in de vorige les, de vorige week, dat kreeg ik eventjes terug, moeten zij hun project al afwerken en presenteren. Dus je ziet hier 3 ECTA, 3 ECTB, 3 WET A. Dan ga ik eventjes de lijst erbij halen, zodat ik me zeker niet vergis. Ik ga eens even kijken, 3 ECWA en ECTB, 3 ECTA en 3 LAO B en 3 LAO C, die krijgen les van meneer Tjorni. Dus die presenteren, soms in een vak Nederlands, soms in het vak Informatica, hun presentatie. Ze krijgen daar 2 lesuren voor. Nu, de inhoud van jullie presentatie moet je zeker eens aan meneer Tjorni vragen, wat dat hij exact verwacht, want voor jullie is het eigenlijk jullie mondeling examen Nederlands. Dus ga zeker eens te raden bij meneer Tjorni wat hij helemaal juist verwacht van jullie presentatie. De andere mensen die krijgen in deze week meestal nog de tijd om te werken. Je gaat dat zien, multimedia project afwerken en multimedia project afwerken. Maar sommigen gaan hun presentatie ook deze week al moeten doen. Bijvoorbeeld voor 3 LAO A, kijk goed naar de kalender. Vrijdag 7, 6, jullie zullen dan al moeten presenteren. Want als ik doorbladerde naar de week erna, dan ben je al bezig met de examens. Dus wat ga ik doen? Ik kan je eerst even een paar seconden geven om te kijken wat er deze week op het programma staat. Dus je ziet voor de meeste mensen gewoon werken. Ik zal even het eerste jaar uitzetten, het vierde ICT en mijn eigen kalender. Zo. Dan zie je duidelijker wat informatica is, alles in het blauw. Dus deze week goed doorwerken, want volgende week, en nu zal ik dit even laten staan, voor een aantal mensen de presentatie al in het echt. Dus zeker de mensen die van meneer Tjorni les krijgen, daar ga je zien staan op uren dat ze geen informatica hebben. Je ziet hier bijvoorbeeld dat 3 ECTA in mijn les informatica dinsdag de 4e wel nog kan doorwerken aan hun project. Maar dat ze het 6e lesuur al zullen, één groepje van de 2, je ziet dat hier, 1/2 van de klas zal dan al moeten presenteren. En je ziet dat de 2e groep bijvoorbeeld op woensdag het
derde uur verder zal presenteren. De mensen die van meneer Czorny les krijgen, die zullen die presentatie zo goed als zeker in het eigen lokaal moeten laten doorvoeren. Moest dat niet zo zijn, je kijkt maar goed op deze kalender, dan zie je of je in lokaal 8 moet zijn of in je eigen lokaal. Goed, dus de boodschap is goed doorwerken, er is helaas weinig tijd. Je mag je presentatie natuurlijk zo super mooi maken als je zelf wenst, maar hou er rekening mee, zeker voor de mensen die geen les krijgen van meneer Czorny, dat dit niet, niet het allerbelangrijkste is wat dat je moet doen richting je eindexamens voor het derde jaar. Dus hou rekening mee, goed doorwerken en als je vragen hebt, mij altijd contacteren en zeker in de les aanklampen. Nog een grote tip, neem voor de volgende lessen altijd je USB-stick mee. Dan kan je je bestanden, zeker als je begint met filmbewerking begint, neem zeker je bestanden mee op USB-stick, dat werkt veel gemakkelijker. En test natuurlijk voordat je komt presenteren, test je presentatie al eens in het Open Leercenter, kijk eens of die op onze computers werken op de school. Goed, tot binnenkort en veel succes aan het werken met je presentatie.